Welkom bij het webinar Snel en efficiënt rekenen met Matrix Tools. Ik ben Suleyman Sayed en ben vandaag de presenter van deze webinar. Het doel van deze webinar is om een stukje kennis over te dragen aan onze bestaande en niet bestaande klantenkring. En bovendien hebben zich ook een aantal studenten aangemeld die graag hun vleugels willen uitslaan op het gebied van software voor constructeurs tijdens hun eigen opleiding. Even een stukje over mezelf. Ik heb zelf een constructieve achtergrond vanuit de civiele techniek en ben vanuit de olie- en gasindustrie sinds vorig jaar in de softwarewereld ingerold. Binnen Matrix Software ben ik voornamelijk actief in de business unit voor ingenieurs. Ik houd me voornamelijk bezig met een stukje technische consultancy, productontwikkeling en business development. Ook is vandaag mijn collega Matthijs van der Grijp aanwezig, die als moderator zal fungeren. Tijdens deze webinar is het mogelijk om vragen te stellen via de chat. Matthijs en andere collega's van mij houden de chat in de gaten en proberen antwoord te geven op de vragen die gesteld zijn. Een stukje agenda voor deze webinar. Ik ga het hebben over de Sivenso Groep in samenwerking met Matrix Software. En de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de ontwikkelingen van de komende tijd. Vervolgens neem ik jullie mee in de kenmerken en wat eigenlijk de voordelen voor de constructeur zijn om berekeningen te kunnen maken in Matrix Tools. Opeenvolgens zal er een demonstratie volgen van een aantal modules. Dit is bijvoorbeeld de Section Editor. Aandacht zal worden ook gegeven aan een aantal beton- en staalberekeningen en een stukje geotechniek zal aan bod komen. Afsluitend zal er een samenvatting met eventueel vragen, de ruimte zijn voor samenvatting met eventueel vragen. En geprobeerd wordt om tijdens de webinar te vragen. Eigenlijk een verzameling van toonaangevende bedrijven binnen en buiten Europa. Eigenlijk softwarebedrijven binnen en buiten Europa. Die als gezamenlijke doel hebben om oplossingen te bieden op het gebied van berekeningen. Voor draagconstructies in beton, hout en staal. En daarnaast software te leveren voor de productie van prefab beton, productie van ramen en kozijnen en een stukje energiemodellering. Struisoft, het bedrijf Struisoft, is voornamelijk gevestigd in Malmö in Zweden en is actief met het Impact-programma voor de betonindustrie. En daarnaast leveren ze met Fem Design software voor constructeurs. Het bedrijf Buildsoft is vanuit België actief en levert ook software voor constructeurs. SpaceGas is een vergelijkbaar bedrijf, alleen proberen zij de Australische markt te bedienen. En Stru Engineers is eigenlijk een detacheringsafdeling van Struisoft en ook gevestigd in Zweden. Zij hebben eigenlijk engineers in dienst die mee kunnen helpen met complexe en uitdagende projecten. En je ziet ook natuurlijk de Matrix Software staan. En wie wij zijn als Matrix Software neem ik in een andere dia even de tijd voor. En dat komt zo meteen even terug. De Sivenso Groep, even in vogelvlucht de vestigingen van de Sivenso Groep. Je ziet dat de Europese markt in feite goed gerepresenteerd wordt. En dat proberen we ook in het oostelijke halfrond te doen. Door kantoren te hebben in India en in Filipijnen. Kantoren van Matrix Software. Hier is een weergave van de kantoren van Matrix Software. We hebben twee kantoren in Nederland en één kantoor in Litouwen. De kantoren in Nederland die houden zich voornamelijk bezig met technische consultancy, business development en een stukje productontwikkeling. Het kantoor in Vilnius in Litouwen is in feite onze programmeerafdeling, waarin wij samen voor de stabilisatie van het software zorgen en uitdagingen zoeken in productontwikkeling. Een van deze producten zijn bijvoorbeeld Matrix Tools. Dat komt natuurlijk zo meteen aan bod. Alvorens heb ik aangegeven om terug te komen over Matrix Software binnen de Sivenso Groep.
Wij als Matrix Software zijn voornamelijk gespecialiseerd in de bouwtechnische automatisering. We leveren software en diensten aan constructeurs, betonfabrieken, staalbouwers en kozijnproducenten. Met 43 medewerkers ontwikkelen, verkopen, leveren en ondersteunen we onze automatiseringsoplossingen. Dit doen we natuurlijk vanuit onze reeds genoemde vestigingen in Nijmegen, Winterswijk en Vilnius in Litouwen. En sinds 1983 zijn we natuurlijk, houden we onze focus op de specialistische bedrijfsvoering van onze doelgroepen. Dit verklaart ook het succes en de omvang van de nog steeds groeiende klantenkring van ruim 1000 bedrijven. Matrix ontwikkelt vrijwel alle softwareoplossingen in eigen huis. Hierdoor kunnen we flexibel en adequaat inspelen op de wensen van de markt. Ook is het mogelijk om overleg met klanten en via projectgroepen te bepalen wat de behoeften van onze klanten zijn om deze nieuwe softwareversies te implementeren. Dit garandeert natuurlijk een goede afstemming op de praktijk. En klantspecifieke aanpassingen proberen wij eigenlijk zo goed mogelijk in te bouwen en te onderhouden in de standaard software. Zo blijft de software up-to-date en afgestemd op de nieuwste technologieën en besturingssysteem. Ik heb even de ontwikkelingen uit het verleden en ook de ontwikkelingen die we gaan maken binnen Matrix Software in een tijdlijn geplaatst. Vooral na de implementatie van de eurocode en de systeemintegraties in de BIM-omgeving hebben we geprobeerd om vernieuwend te zijn, maar toch ons eigen karakter te behouden. Dit komt door het feit dat een groot deel van onze gebruikers houvast willen hebben aan een stabiele en betrouwbare softwareomgeving. Maar wij merken ook dat de markt zich aan het voortbewegen is. De nieuwe aanwas van constructeurs willen graag flexibel zijn en binnen diverse softwarepakketten graag kunnen schakelen. Een voorbeeld hiervan is de schakeling tussen Revit en Tekla met Matrix Software. Maar ook het parametrisch ontwerpen met Grasshopper en Dynamo zijn aspecten waar wij op dit moment veel tijd in steken. Bovendien willen we in de nabije toekomst graag onze cloud-omgeving lanceren. Nou, de cloud-omgeving heeft als voordeel dat de schakelbaarheid en de behoefte van een bedrijf makkelijker opgeschaald en afgeschaald kan worden. Ook zorgt de cloud-omgeving voor een stukje flexibiliteit en toegankelijkheid. Zolang je een internetverbinding hebt, heb je altijd toegang tot je eigen projecten en kun je de klanten ook flexibel bedienen. En tenslotte hebben we natuurlijk de tweede generatie van de eurocode voor de boeg. En wij als Matrix Software hebben toch de uitdaging om onze software zo goed mogelijk functionerend te krijgen voor onze klanten en toekomstige constructeurs. Nou, dan zijn we uiteindelijk terechtgekomen bij Matrix Tools. De vraag is dan ook van waarom is Matrix Tools eigenlijk zo geschikt voor constructeurs? Ik heb een aantal kenmerken en voordelen geprobeerd op een rijtje te zetten om aan te geven waarom het snel en efficiënt is om met Matrix Tools aan de slag te gaan. Nou, allereerst kan men een project browser creëren. Dat is eigenlijk een soort bagage of mapje waarin allerlei berekeningen en opslagen kunnen zijn. Als men bijvoorbeeld een kolomberekening wilt verrichten en vervolgens nog even door wilt schakelen naar een ponsberekening, dan is daar men heel flexibel in. Bovendien voert het programma een razendsnelle berekening uit met compacte en overzichtelijke in- en uitvoermogelijkheden. Ook beschikt het programma over de gangbare normen en kan men makkelijk en afzonderlijk tussen talen schakelen. Hierdoor is het mogelijk om de invoer in het Nederlands te hebben, maar voor een Engelse klant de uitvoer mogelijk te maken. Vervolgens de voordelen. Nou, een belangrijk voordeel van Matrix Tools is dat het programma eenvoudig aan te leren is.
waardoor het voor constructeurs heel makkelijk is om houvast te hebben aan berekeningen die wellicht dagelijks worden uitgevoerd. Hierdoor zal de productiviteit worden verhoogd natuurlijk. En tenslotte is er natuurlijk ook deskundige hulp aanwezig vanuit het bouwteam om startende matrix tool gebruikers zo goed mogelijk mee te nemen. Ik zal nu overgaan naar de demonstratie. De demonstratie is in Matrix Tools. We zijn bij de demonstratie aangekomen van Matrix Tools. Het software bestaat uit een aantal modules. Linksbovenaan hebben we de Section Editor. Vervolgens hebben we een stukje algemeen module. Waarin de profieltabellen en de rekensheets voor de belastingen vanuit de normen in zijn opgenomen. En dan hebben we natuurlijk de betonmodule, die bestaat voornamelijk uit doorsnedeberekeningen voor diverse snedekrachten. Hierin is ook de ponsberekeningen opgenomen. De betonmodule heeft ook een uitbreiding gekregen op gehad van sedeponsberekening en brandwerendheid voor bijvoorbeeld kolommen. Opeenvolgend hebben we de staalmodule. Die bestaat uit de doorsnede klassificering en doorsnede berekening. Een kolomberekening maakt daar ook onderdeel van uit. En een lastberekening is ook toegevoegd. Ook heeft de staalmodule een uitbreiding gekregen, voornamelijk gericht op brandwerendheid. Dat noemen wij de Bravesta, de brandwerendheid staalmodule. En tussen beton en staal. Hebben wij natuurlijk ook in dezelfde lijn hout- en metselwerkberekeningen opgenomen. Ten slotte is er in Matrix Tools twee grote modules opgenomen, gericht op staalverbindingen en de geotechniek. De staalverbindingen zijn volledig compatibel met de Matrix Frame. Men kan een portaal bijvoorbeeld in Matrix Frame doorrekenen en vervolgens met één druk op de knop alle verbindingen ontwerpen en deze vervolgens ook aanpassen naar het gewenste detailniveau. Als we even beginnen met de Section Editor. In dit geval heb ik een kanaalplaatvloer gepakt. En de Section Editor is eigenlijk bedoeld om makkelijk eigenschappen van doorsneden te kwantificeren. In dit geval zie je 5 tabellen. Nou, dus, gegevens, algemeen gegevens in verschillende assen en de principiële assen. We kunnen bijvoorbeeld aanpassingen verrichten aan de doorsnede van een bestaand profiel. En kunnen direct bijvoorbeeld het traagheidsmoment bepalen. Deze kanaalplaatvloer is middels de DXF-koppeling doorgezet naar de Section Editor. Bij de eigenschappen. Kan wel heel nauwkeurig alle gegevens terugvinden die van toepassing kunnen zijn voor de verdere betonberekening. Dat heb ik al reeds uitgelegd. Belangrijk bij de sectie editor of de section editor is de toggle off contact line knopje. Middels deze knopje kan men aangestoorde elementen aan weerszijden, in dit geval kenmerken of uitzetten. En zal het omtrek van deze element niet meedoen bij de betonberekening. Dit is voornamelijk van toepassing voor krimpcalculaties en overige betonberekening. Wat ook belangrijk is, is de concentrated parts. Dus eigenlijk om de wapening te definiëren door coördinaten toe te voegen. En het materiaal te definiëren naar wapeningstaal, in dit geval B500A. Ten slotte kan men de spanningen calculeren door bijvoorbeeld meshing opties toe te voegen. De toelaatbare wapening is al reeds toegevoegd in dit geval. Je kunt hier een normaal kracht toevoegen en moment in verschillende in II-as. Ten slotte. Kan men de grafieken afleiden voor het beton, voor het staal en de M-kappa-diagram in de uiterste grenstoestand. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld trek zonder softening mee te nemen.
of softening wel mee te nemen, een bepaalde beta-waarde. En dit is eigenlijk in een nutshell de section editor. We gaan over naar een balkberekening, van een wapeningsberekening van een balk. Dan zijn we aangekomen bij de wapeningsberekening van een balk in dit geval. We kunnen eigenschappen toewijzen ten behoeve van de afmetingen natuurlijk. Omgevingseffecten en het krachtenspel of de snedekrachten in dit geval. Bijkomend kunnen we aangeven binnen welke marges matrix tools voor ons wapeningsvoorstellen moet gaan verrichten. En in dit geval is het al heel snel over naar de resultaten. Men kan de voorstellen terugvinden. We hebben in dit geval 5 voorstellen gedaan voor de langs- en de dwarskrachtwapening. En hierdoor wordt het eigenlijk voor de constructeur mogelijk gemaakt om betonnen balk heel snel en efficiënt te controleren en of te ontwerpen. Als we dan even gaan kijken naar de ponsberekening. Die verloopt in feite in dezelfde stijl als de balk door. Je voert je gegevens in. En je bekijkt of de resultaten naar wens zijn in dit geval. Je ziet de controles. Oké. En je ziet deze toetsing. Ponswapening toetsing met opgebogen staven. Wat voornamelijk voor de ponsberekening van belang is, zijn de wapeningspatronen. Enerzijds kan men kiezen voor het beugelen. Anderzijds kan men kiezen om voor opgebogen wapeningen, opgebogen wapeningstaven te kiezen. Het is mogelijk om alles in een kringetje te plaatsen. Of alles in een bepaalde richting. Als ik voor beugels kies, nou, dan zie je in een kringetje geplaatst beugels. Of met opgebogen staven te werken. Waardoor het uitvoeringstechnisch aantrekkelijker zal worden. Ook is het mogelijk om volledig voor beugels te gaan of de beugels af te bouwen. Dit maakt de ponsberekening in matrix tools eigenlijk best wel uniek. Vervolgens hebben we de kolomberekening, staalkolomberekening op knik. Maar we hebben ook de lastmodule om diverse basisgevallen van hoeklasten door te rekenen. Nou, je kunt basisgevallen kiezen. In dit geval kiezen we basisgeval 1. Er zit een trekkracht op in de richting van het lijf, van de T-flens. Nou, met deze keuzeoptie eigenlijk kan men basisgevallen kiezen en vervolgens belastingen invoeren. Al heel snel zijn de spanningen in de keeldoorsnede van de last af te leiden en kan de last gecontroleerd worden door de gecombineerde van Mises spanningsmethodiek of de vereenvoudigde methodiek toe te passen. En ook is het mogelijk om hiervan een uitvoer te draaien. Dat kan eigenlijk voor alle modules, maar in dit geval laat ik dat even zien voor de lastmodule. Als je dan voor last kiest, dan kun je op voorbeeld klikken en dan krijg je in een PDF-formaat een heel duidelijke en compacte lastberekening. En dat gebeurt op een heel snelle en efficiënte wijze. Als we dan overgaan naar een naar de Bravesta-module, dat is onze brandweerendheidsmodule voor staal. Na het invoeren van de optredende belasting, in dit geval 810, de type, dimensie en positie van isolatie. We hebben de positie gekozen, we hebben het type isolatie gekozen. En we hebben de dikte gekozen. Kan men eigenlijk in één oogopslag via het grafiek en de resultatentabel. Hieronderin kan men kijken of de toegepaste isolatie bescherming biedt tegen brandbelasting. Ook is het mogelijk om diverse aanpassingen te verrichten ten behoeve van de isolatie en de positie. Als we bijvoorbeeld de bovenbekleding eraf halen, dan zie je al heel snel wijzigingen optreden in het grafiek. Het grafiek zal hierdoor interactief meebewegen en zo is het mogelijk om op een efficiënte berekening, om een efficiënte berekening te laten verrichten.
voor de brevet staan mobiel. Dan zijn we aangekomen bij de verbindingsmodule. De verbindingsmodule bestaat uit een aantal deelmodules. In dit geval hebben we bijvoorbeeld de kopplaatverbinding, de stuik, de voetplaat, de ligger, dwarskrachtverbinding, de hoekstaal en de buisverbindingen. En ook natuurlijk de stabiliteitsverbanden. Als voorbeeld heb ik alvast een kopplaatverbinding en een kolomvoetplaatverbinding met stabiliteitsverbanden gemodelleerd. Hier gaan we naar kijken. Ik pak even die kopplaatverbinding erbij. Ik zie eigenlijk een 3D-weergave van de verbinding. Na het invoeren van de type verbinding, in dit geval een kopplaatverbinding, is het mogelijk om te kiezen uit diverse configuraties. Dat kan men hier doen. Deze configuraties zijn opgezet om de constructeur alvast op weg te helpen om een keuze te maken in de wijze van verbinding binnen de kopplaatmodule. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een asymmetrische kopplaatverbinding te hebben met consoles aan weerszijden. Vervolgens kan men in deze venster kan men gegevens invoeren ten behoeve van de constructie of ten behoeve van de verbinding. Of het ongeschoord of geschoord is, plastisch of elastisch, corrosief of niet corrosief, statisch bepaald of onbepaald. En als we dan overgaan naar een kopje belastingen, we kunnen eigenlijk de belastingen afkomstig van een raamwerkprogramma opnemen of deze door matrix frame laten genereren. En daarnaast wordt het voor de constructeur mogelijk gemaakt om ook nieuwe snedekrachten in te voeren. Deze wordt als een nieuwe belastingcombinatie meegenomen. Als we vervolgens weer naar algemeen gaan en op het tapje M3 klikken, is het mogelijk om de kopplaat en verstijvingen om daarin te gaan sleutelen. Men kan aanpassingen verrichten aan de bouten en de boutafstanden of materiaaleigenschappen toe te wijzen. Onderin in de module kan men direct zien of de wijzigingen die verricht worden ook daadwerkelijk voldoen aan de eisen. Dus hier zijn alle eisen opgenomen afkomstig vanuit de Eurocode. Ten slotte is het ook mogelijk om een tekening te bemachtigen die men verder door kan zetten richting een klant. In dit geval is die tekening al heel snel opgezet. Op dit moment zijn wij ook heel erg druk bezig om hiervan een DXF-koppeling te creëren, zodat de constructeur de tekening door kan zetten richting een CAD-programma en deze vervolgens naar eigen smaak kan inrichten. De tweede berekening is in feite een kolom-voetplaatverbinding met excentrisch geplaatste windverbanden. In dit geval. Wat hier belangrijk is, nou, het verloopt in dezelfde stijl als de vorige verbinding. Hierin is bijvoorbeeld ook mogelijk om aanpassingen te verrichten aan de betondoorsnede. En deze ook naar eigen smaak vorm te geven. Zijn we aangekomen bij de laatste module, dat is de geotechniek module. De basis voor de geotechniek module is allereerst het opnemen van de sonderingen. Dat kan hier. Dit kunnen één of meerdere sonderingen zijn. We hebben in de geotechniek module de drukpaal, de trekpaal, de buigpaal opgenomen. Daarnaast hebben we ook nog twee andere smaken. In dit geval de beddingsconstante en de funderingsstrook. De funderingsstrook is eigenlijk de fundering op staal. Ik heb in dit voorbeeld de drukpaal gekozen met de desbetreffende rekenmethodiek afkomstig vanuit de geotechnieknorm. De sondering die kan men via een GEF-bestand kan men die inlezen. Of men kan een sondering als onderleg gebruiken en deze als het ware intekenen. Voor het intekenen is een introductiefilmpje opgenomen die binnenkort op onze kennisbank zal worden toegevoegd. Vervolgens kan men onder het tapje sonderinggegevens, het maaiveldniveau en de grondwaterniveau invullen. En deze zullen
interactief in beeld verschijnen en ook onderin. Op een volgend is het van belang om de grondsoorten profiel te genereren. Dat kan middels deze knopje, genereer grondlagen, en aan de rechterkant worden de grondlagen gegenereerd. Dit kan natuurlijk op twee manieren, vanwege de konusweerstand of via het wrijvingsgetal. In dit geval gaat het om de konusweerstand. De grondlaag kan men naar eigen smaak aanpassen of de tabel afkomstig vanuit de norm als basis nemen. Betreft de grondlagen kan men bij Customize aanpassingen verrichten naar eigen wens, naar eigen smaak invoeren. Er zijn bedrijven die nauwkeurigheid vereisen en aan de hand van het gehoge wrijvingsgetal de grondlagen willen creëren. Zo kan men ook bijvoorbeeld een eigen tabel invoeren die door een geotechneut is opgezet. Als we vervolgens naar de berekening van de drukpal gaan, is het mogelijk om bijvoorbeeld de belastingen in te voeren. En kunnen we het ontwerp toetsen en genereert het programma zelf een inheidiepte. In dit geval is de inheidiepte groter dan benodigd en moet men de geotechneut adviseren om deze te verkorten. Het programma geeft ook zelf aan wat de inheidiepte moet zijn. Dat is ook op het scherm zichtbaar. Vervolgens hebben we ook een aanpassing voor de gemeente Almere. Omdat de gemeente extra veiligheden heeft ingebouwd ten behoeve van de grondlaag. Ook hebben we ruimte om specificatie van een paal toe te voegen. Dus, gaat het hier om een gladde paal? Gaat het hier om een wat grovere paal? En als men meerdere sondeerdiagrammen heeft, dan kun je deze gewoon aanvinken. Belangrijk is ook om nu even te kijken naar de resultaten van het pakket. Dit zijn gemiddelde resultaten. Resultaten aan de hand van de sondeerdiagram. We zien dat de sondering voor een deel is afgesloten. Gestippelde lijn. Waarom is dat zo? Dat komt door het feit dat een desbetreffende laag kleiner is dan een meter, waardoor we te maken hebben met afsluitingsregels vanuit de geotechnische norm. Zo is het ook mogelijk om naar de sondeerdiagrammen te kijken of de van de zakkingsdiagram. Aan de hand van deze figuurtjes kunnen we kijken van hoeveel zakking treedt er nou op bij een type belasting. De horizontale groene lijn is de lijn waar je jezelf bevindt. En dit zijn ook de figuurtjes die uit de norm afkomstig zijn voor diverse grenstoestanden. We zijn eigenlijk toegekomen aan het einde van de demonstratie van Matrix Tools. Ik wil graag nog even een andere dia de tijd nemen om even samen te vatting, even een samenvatting te geven waarom Matrix Tools zo geschikt is. En vervolgens wil ik het webinar afsluiten. En u bedankt voor uw aandacht. Ik wil graag toch even de tijd nemen om een samenvatting te geven van deze webinar over Matrix Tools. Ik heb het even opgezond in een 3-punten lijstje. Voornamelijk de Project Browsers met allerlei beton, staal, hout en geotechniek berekeningen. Zorgt eigenlijk voor een verhoging van de productiviteit en efficiëntie van een constructeur. Het is heel makkelijk te schakelen tussen diverse berekeningen, waardoor je gewoon snel en efficiënt aan de slag kunt. Bovendien heb ik willen laten zien dat het een compacte en overzichtelijke invoer heeft, die makkelijk aan te leren is door iedere startende of ervarende constructeur. Ook is het mogelijk om razendsnelle berekeningen uit te voeren en zelfs interactief grafieken mee te laten bewegen. We hebben dat een beetje teruggezien bij de brandveiligheidsberekening van de Bravesta-module. En ook in de geotechniek komt dat zeker aan bod. Stel dat je de mijnveldhoogte wijzigt op het grondwaterniveau. Of een nieuwe type sondering invoegt en dan aangeeft van genereer grondlagen. Dan gebeurt dat heel, heel makkelijk en interactief. En
Dat zijn eigenlijk de punten die ik een beetje heb willen meenemen tijdens deze webinar. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht. Hey, ik zou Sulo graag willen bedanken voor het geven van de webinar. Ik ben Matthijs en ik heb de chat in de gaten gehouden en jullie vragen beantwoord. Ik wou graag nog centraal nog even een paar vragen behandelen die voor de overige deelnemers misschien ook interessant zouden zijn. Een van de vragen was: hoeveel gebruikers stelt Matrix Tools? Nou, op dit moment is dat niet exact te zeggen, maar ongeveer rond de 1200 gebruikers hebben we. Waarvan de meest gebruikte module de houten balklagen module is. Die is het populairst bij onze klanten. Dan kregen we nog de vraag: welke staalverbinding modules zijn er? We hebben op dit moment kopplaatsverbindingen, buisverbindingen, gelaste verbindingen en hoekplaatsverbindingen. Wat ook wat handig is om bij te melden, is dat het mogelijk is om de toolbox verbindingen te koppelen met je matrix frame. Dus wat dat inhoudt, dat je gewoon je stavenmodel kan opzetten. De krachten die daar optreden in die knooppunten, daar kan je een verbinding van maken. En als je zelf zou willen, dan kan je die stijfheden van die verbinding terughalen naar je matrixmodel. Om nog optimaler te kunnen berekenen. Dit was de webinar. We laten de chat nog even een paar minuten openstaan voor als er nog andere vragen zijn. En hartelijk dank voor jullie komst. En hopelijk horen we van jullie. Fijne avond.